We staan voor de Bellagebrug over de Amstel. Het enige bouwwerk dat Bellage zelf in de rivierenbuurt het oostelijk deel van Plan Zuid heeft ontworpen. Over deze brug werden onze Canadese bevrijders op 8 mei 1945 feestelijk ingehaald. Recht vooruit is de Vrijheidslaan, die al 3 keer van naam is veranderd. Eerst de Amstellaan, na de oorlog de Stalinlaan en na de opstand in Hongarije van 1956 de Vrijheidslaan. De verhoogde bouwelementen op de hoeken vormen een van de poorten die toegang geven tot de rivierenbuurt, een typisch monumentaal aspect in het plan van Bellage. Over de brug slaan we linksaf de Amsteldijk op. We passeren aan onze rechterzijde de oostelijke ingang van de tramremise Lekstraat, ontworpen door architecten Anton Kok en Boterenbrood. Ook deze vorm van symmetrisch geplaatste bouwmassa's komt veel voor in de rivierenbuurt. De tramremise Lekstraat is ook beroemd omdat daar op 25 februari 1941 de algemene staking tegen de Jodenvervolging begon. In de flauwe bocht naar rechts gaat de Amsteldijk rechtdoor richting Oudekerk en wij gaan de President Kennedylaan op. De toenmalige Rivierenlaan werd na de moord op de Amerikaanse president in 1964 naar hem vernoemd. We passeren de Rijnstraat, de uitvalsweg naar Utrecht en voor velen de eerste kennismaking met de rivierenbuurt komende uit het zuiden. Doorrijdende ligt links van ons het De Mirandabad. De Miranda was de wethouder publieke werken na Wibaud. Voorbij de Waalstraat zien we rechts het voormalige stadsdeelkantoor van de rivierenbuurt. En als we de Maastraat naderen, verschijnen er links de grijze Airyflats, een snelbouwsysteem uit Engeland dat in de wederopbouwperiode is toegepast om snel en voordelig tijdens de toen heersende ernstige woningnood woningen te bouwen. Vanwege de gaafheid zou het al een industrieel monument genoemd kunnen worden. En bij het stoplicht rechts in het plantsoen staat de bronzen kop van President Kennedy. Op het Europaplein slaan we rechtsaf richting Scheldestraat. De gevelwanden rechts zijn ontworpen in de zogenaamde verstrakte Amsterdamse school met veel minder uitbundige gevelarchitectuur, opbouwen en hoekelementen. Een en ander als gevolg van de sterk gestegen bouwprijzen in de jaren 30 en de minder florissante rijkssubsidies voor de woningbouw. Op het Scheldeplein slaan we linksaf en komen in de Wielingenstraat terecht.
Rechts is in een bleekrode steen een wooncomplex opgetrokken waar vroeger het weeshuis van de Nederlands hervormde gemeente de Wielingen stond. Het was een rijksmonument en is jarenlang gekraakt geweest voordat het gesloopt werd. Na de brug over de Boerenwetering eindigt dit eerste deel van de grenzen van Plant Zuid. We stappen op, waar we aan het eind van deel 1 geëindigd zijn, en rijden de Diepenbrokstraat verder in. In het midden van dit onbekende driehoekige woongebiedje is eerst in 1932 het bekende Vossius Gymnasium gebouwd. Daarna het kerkje verderop en later de woningen eromheen. Langs de randen, aan het Zuider-Amstelkanaal, de Boerenwetering en het Beatrixpark staan fraaie villa's, deels van voor de oorlog, deels na 1950. We steken nu de brug van het Zuider-Amstelkanaal over. Het Zuider-Amstelkanaal loopt van de vijfsprong van grachten bij het Museumplein en de Apollohal, waar ook de Boerenwetering, het Amstelkanaal en het Noorder-Amstelkanaal op uitkomen, naar de Amstelveense weg. Direct naar de brug slaan we linksaf en rijden de Bernard-Zweerskade op. De kade heeft prachtige Amsterdamse schoolvilla's. Links zien we het Beatrixpark. Dit park is in 1938 door Jacoba Mulder ontworpen en als werkverschaffingsproject uitgevoerd. Nog in 1960 heeft zij het fraaie pierenbad met pergola eraan toegevoegd. In 1972 maakte het park deel uit van de eerste tuinbouwtentoonstelling, de Floriade. Na de kruising met de Beethovenstraat, met op de brughoofd de beelden van Hildo Krop, gaat deze kade over in de Stadionkade. Links ligt de naoorlogse Prinses Irene-buurt. Tot 1950 lag hier, tot aan de sportvelden aan de zuidelijke wandelweg, een groot, opgespoten gebied dat in de volksmond het land heette en waar menig buurtbewoner ontspanning zocht en vond. Bij de loopfietsbrug kruisen we links en rechts de Minervalaan. Het naoorlogse deel ter linkerzijde heet in de volksmond de Goudkust vanwege de fraaie moderne villa's op ruime percelen. Een in Amsterdam toch vrij zeldzaam fenomeen. In het Plan Zuid van Berlage had de Minervalaan een belangrijke functie als Zuid-Noordverbinding van het station Zuid aan de Centuurspoorbaan naar de Larissenbuurt. We kruisen vervolgens de Parnassusweg. Ook de bewoners van dit deel van de Stadionkade hadden voor 1940 een prachtig uitzicht over het zandland en de toen geprojecteerde centuur- of ringspoorbaan, in de jaren 90 verbreed en bestemd voor de ringweg A10. Links
zien we aan weerszijde het nogal afwijkende, grootschalige kantoorcomplex met woningen als prelude op de latere kantoorbebouwing van de Zuidas. De Stadionkade volgend zien we links eerst het Spinoza Lyceum. Vervolgens een vrij open water met een in de zomer drijvend kunstwerk. Het vrij nieuwe gebouw van de Vrije Geert Grote School 2, volgens de antroposofische theorie van Rudolf Steiner. De gerestaureerde en uitgebreide Rietveld Academie voor beeldende kunst en vormgeving. En het gebouw van een van de duurste advocatenkantoren in ons land. We naderen nu de Amstelveenseweg. Voordat we rechts afslaan zien we links op het zuidelijke brughoofd van de Piet Kramerbrug 413 op twee zuilen een mannen- en vrouwenfiguur van Hildo Krop staan, waarvoor aanvankelijk Piet Kramer zelf een ontwerp had gemaakt. We rijden nu het drukke Stadionplein op. Links vangen we tussen de gebouwen van Citroën Nederland een glimp op van het Olympisch Stadion, ook van architect Van Wils, waar in 1928 de Olympische Spelen van Amsterdam werden gehouden. Na aanvankelijke sloopplannen is het stadion, na heftige protesten van buurt- en monumentendeskundigen, gelukkig in originele vorm weer gerestaureerd en heeft het complex, in het kader van hergebruik van historisch waardevolle gebouwen, weer een aantal nuttige herbestemmingen gekregen. We steken nu de rijbaan van de Stadionweg recht over en komen op de Amstelveenseweg. We stoppen op de brug over het Noorder-Amstelkanaal, want hier zijn we alweer aan het einde van deel 2 van onze verkenning van de grenzen van Plan Zuid. We starten voor deel 3 van de grens van Plan Zuid op de dam van de Amstelveenseweg ter hoogte van het Noord-Amstelkanaal. Deze dam verhindert de vrije doorvaart naar de andere kant van de Amstelveenseweg en zorgt ervoor dat dit kanaal doodlopend is. We rijden via het verkeersplein dat in de volksmond het Haarlemmermeercircuit genoemd wordt, de Cornelis-Kruisemanstraat in. Daar staat aan de linkerzijde de katholieke Sint-Agneskerk, die gebouwd is door een van de belangrijkste kerkenbouwers van ons land, de architect Jan Stuit. De kerk markeert het meest noordwestelijke gedeelte van Plan Zuid en is in 1996 als Rijksmonument aangewezen.
Aan de rechterzijde van de Cornelis Kussemanstraat staat een groot complex woningen dat door architect J.C. van Even is ontworpen en tussen 1918 en 1922 gereed is gekomen. Het complex is gelegen tussen de Amstelveenseweg, de Cornelis Kussemanstraat en de Pieter Lastmankade. De bouwblokken aan de Cornelis Kussemanstraat zijn uitgevoerd als hoogbouw. Het blok tussen de Pieter Lastmankade en de Bertelmanstraat als laagbouw. Door het plaatsen van tweede klasse bebouwing in een buurt die bijna geheel uit derde klasse bebouwing bestond, ontstond er een vermenging van sociale groepen. Bij het Valeriusplein slaan we rechtsaf. Hier zien we het Amsterdams Lyceum. Dit lyceum is het oudste van Nederland en in 1917 opgericht. Het is een ontwerp van de architect H.A. Baanders in de Amsterdamse schoolstijl en werd in 1920 in gebruik genomen. Ondanks de aanpassingen die voor het moderne onderwijs noodzakelijk bleken, heeft het fraaie gebouw tot op heden zijn oorspronkelijke karakter behouden. Na de onderdoorgang van het Amsterdamse Lyceum slaan we linksaf de statige Jan van Gooijkade op. Hier rijden we weer langs het Noorder-Amstelkanaal met aan de overzijde de prachtige stadsvilla's aan de Apollolaan. De kade is vernoemd naar de Nederlandse landschapsschilder uit de Gouden Eeuw, Jan Jozef van Gooijen. Deze kade is onder andere bekend door de 1942 opgerichte KNO-kliniek, de Jan van Gooijkliniek. Nu is daar Medisch Centrum Jan van Gooijen gevestigd en is uitgegroeid tot een dagbehandelcentrum met 12 verschillende specialismen. Aan het einde van de Jan van Gooijenkade kruisen we de Emmastraat en we gaan de J.J. Viotta-straat in. In deze straat werd in 2008 in perceel 36 de woning van de Joodse familie Korijn herontdekt. In 1923 trok de familie Korijn naar het pand. En uit die tijd moet ook de woonkamer stammen, waarin de stijl van de Amsterdamse school harmonieert met Art Deco. De familie Korijn werd gedeporteerd en keerde niet meer terug. De woning heeft jarenlang als studentenhuisvesting gefungeerd. We steken de kruising met de Cornelis Schuitstraat over. Aan het eind van de J.J. Viotta-straat slaan we rechtsaf de Bandstraat in, om vervolgens de Heinzenstraat in te rijden. We komen nu op het Jacob Oprechtplein, waar de Roel Aaron Schuster synagoge staat. In de jaren 20 van de vorige eeuw trokken veel Amsterdamse Joden weg uit de traditionele Jodenbuurt. Velen vestigden zich in het nieuwe stadsdeel Zuid. Hier ontstond behoefte aan een nieuwe synagoge. De synagoge werd ingewijd op 18 mei 1928. Architect was Harry Elte, een leerling van H.P. Berlage. De synagoge is gebouwd in een zakelijke, strenge stijl, de nieuwe zakelijkheid. In 1995 werd het pand benoemd tot Rijksmonument. We verlaten het Jacob Oprechtplein en slaan linksaf de Bronkhorststraat in. Aan het einde van deze straat slaan we rechtsaf en komen uit op het Rolf Hartplein.
Het drukke verkeersplein wordt gedomineerd door de monumentale panden van Huize Lydia en het Nieuwe Huis. Huize Lydia is ontworpen door architect Jan Boterenbrood en gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. Hij werd gebouwd tussen 1924 en 1927 als de huis voor vrouwen en meisjes. Daartegenover staat het Nieuwe Huis dat in 1927-1928 gebouwd is voor alleenstaande mannen en vrouwen. De architect was J.C. van Epen. Via de Roelof Hartstraat rijden we richting de Hoppemakade. In deze straat wisselen de bouwblokken van Plan Zuid zich af met die van de 19e eeuw. Voor de brug met de ceintuurbaan slaan we rechtsaf en rijden de Hoppemakade op. Rechts zien we een groot complex van middenstandswoningen, waar onder andere ook het Harmoniehof een onderdeel van is. Het complex is tussen 1919 en 1922 tot stand gekomen onder leiding van de architecten J.C. van Epen en M.J.E. van Lippitz in opdracht van de Amsterdamse coöperatieve woonvereniging Samenwerking. Aan het einde van de Hoppemakade slaan we linksaf en stoppen op de Piet Kramerbrug 406 die over de Boerenweteling is gelegen. Hier eindigt deel 3 van de grenzen van Plan Zuid. We beginnen het laatste deel van Grenzen van Plan Zuid op de brug over de Boerenwetering tussen de Hoppemakade en de Ruistelkade. Voor ons ligt de Van Hillegertstraat met in het verschiet de Vredeskerk uit 1924 van de architect Jos Bekkers. Hier begint de Nieuwe Pijp, ook wel Zuidpijp genoemd. De Nieuwe Pijp is ook een onderdeel van Plan Zuid en werd gerealiseerd tussen 1923 en 1925. We gaan de Ruistelkade op en slaan 100 meter rechtsaf de Cornelis Troostraat in. Ter hoogte van de Dusartstraat is de grens tussen oud en nieuw goed waarneembaar. Links staan de huizen uit het einde van de 19e eeuw en aan de rechterzijde de bebouwing van Plan Zuid. Bij de Pijnakkerstraat slaan we linksaf het Cornelis Troostplein op. Rechts zien we het gebouw van de voormalige Tulpkazerne. De Tulpkazerne is in de oorlog genoemd naar Sijbren Tulp. Oud-officier van het KNIL, NSB'er, die in 1941 door Sijs Inkwart tot hoofdcommissaris van politie werd benoemd. Onder zijn leiding werd er een politiebataljon opgericht om Joden op te pakken. We komen nu in de Lutmastraat en slaan na een kleine 100 meter linksaf de Karel de Chardinstraat in, die na 300 meter weer overgaat in het Hendrik de Keizerplein met de beroemde speeltuin. Na dit plein komen we weer uit in de Lutmastraat en steken de Van Wouwstraat over.
Nu komen we in de Diamantbuurt. Veel huizenblokken, arbeiderspaleizen van de Diamantbuurt zijn ontworpen door de architect Van Epen, herkenbaar aan het verticalisme en de geel-groene raamkozijnen. Door een grondige renovatie in de jaren 80 verkeerden de huizenblokken in goede bouwkundige staat. We rijden vervolgens door de Robijnstraat, de Diamantstraat, de Saffierstraat en de Smaragdstraat en komen weer uit op de Amsteldijk. Steken via de PL Kramerbrug 400 het Amstelkanaal over en komen we weer uit bij de Berlagebrug waar we in deel 1 zijn begonnen. Hier eindigt deel 4 en tevens het laatste deel van Grenzen van Planzuid. In totaal hebben we meer dan 10 kilometer afgelegd om de grenzen van Planzuid voor u in beeld te brengen.